Dit is Rashid Pirkan Skul Ajorkul. Roy Bikari, goedemorgen. Ja, goedemorgen Farid. Maar ik hoor je heel zachtjes hoor. Je hoort me heel zachtjes? Ja. Ja, waar luister je naar? Naar die telefoon? Ik heb dat ene wat ik tegen mijn oor heb, die telefoon. Weet je wat ik zo grappig vond? Mm. Ik kreeg net een app binnen dat ik gebeld ga worden door jou. En ik ga je vertellen hoe je dat gestolen geld van ongeveer 100 miljard teruggehaald moet worden. Ik schrap van het bedrag. Oké. Maar Roy Bikari, wat doe je in die lockdown? By the way. Wat ik doe? Ja. Mediteren. Je mediteert? Ik kijk naar Bollywood. Mm-hmm. En ik probeer de energie die ik in feite zou moeten besteden aan het uitgangsleven te investeren in lezen en schrijven en meer onderzoek te doen. En meer mensen te helpen, studenten vooral. Omdat veel van je tijd tegenwoordig gaat om het intrinsiek te motiveren. De meeste mensen, die leerlingen, hebben weinig zin om iets verder te doen, omdat ze geen perspectief zien. Dus een groot deel van mijn tijd gaat daarin. Oké. Roy, er is al sprake van een hele poos dat er het vermoeden is dat er miljoenen aan middelen verdwenen zijn. Er zijn ook zelf een aantal zaken in onderzoek bij het Openbaar Ministerie. Nou, de vraag aan jou is, wat kunnen we eraan doen om mogelijk te zeggen, we kunnen die middelen terughalen en hoe kunnen we dit kunnen voorkomen voor de toekomst, zover dat is gebeurd? Ja, kijk, dus ik ga ervan uit, toch, dat wanneer je organisatie hebt, dan betekent dat dat er verschillende afdelingen zijn, er zijn verschillende taken, ieder heeft een eigen bevoegdheid. En om te kunnen stelen binnen organisatie, dat kan niet één persoon doen. Tenminste, niet een grote organisatie als de Centrale Bank van Suriname. Dus je hebt verantwoordelijke functionarissen. Als in jouw organisatie zou worden gestolen, dan weet jij precies wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe iets mogelijk gemaakt is. Dan ga je zelf een onderzoek instellen. En als je binnen een paar minuten weet hoe het gegaan is, dan schakel je de politie in of het Openbaar Ministerie. Maar als je bijvoorbeeld, je bent bestuurder van een grote organisatie, bij die staat gelijk het Openbaar Ministerie inschakelt, dan ga je naar je geld kunnen fluiten. Dan gaan mensen wel veroordeeld worden. Want het Openbaar Ministerie heeft totaal geen verstand van je organigram en de taakverdelingen enzovoort. Procedures, besluitvormingen, mensen die procuratie hebben. Dat doen ze niet. Je ziet toch, een jaar lang hebben ze de directeur van de Centrale Bank van Suriname aangehouden. En die vrouw Hoster, die juridisch verantwoordelijk is voor al die transacties. En wat gaat gebeuren? Ze worden straks veroordeeld bij vonnis en na een paar jaar kan je naar je geld fluiten. Dus wat ze gedaan zouden bij de Centrale Bank is, er zou een intern onderzoek moeten hebben plaatsgevonden. Desnoods met medewerking van buitenlanders. Toch? Via PIM kon je forensische accounts laten halen of andere vormen van hulp. En dan zou je intern moeten hebben onderzocht hoe het mogelijk geweest is om omgerekend 4 miljard US dollars weg te sluizen. Dan een deel zal gebruikt zijn voor verkiezingen, een deel voor importen, maar een deel is weggemaakt op een of andere manier. Maar tenminste zou dat verantwoord kunnen worden. En wat is gebleken? Ze hebben dat nagelaten. Want je merkt dat ieder zit te wachten op hoefdraad. Tenminste, dat was ons voorgehouden. Terwijl die man waarschijnlijk nu in Cuba zit. En hij komt dus op de Interpol-lijst voor. En niemand anders. Dus alsof alleen hoefdraad 4 miljard kon hebben weggemaakt. Dat is toch onmogelijk. Dus neem aan de Raad van Toezicht. Die mensen zijn verantwoordelijk voor het verlenen van décharge aan de directie van de Centrale Bank. En het blijkt dat vanaf 2017 geen jaarrapport zijn gemaakt. Wat hebben ze al die tijd gedaan? Hoe kunnen ze zich onttrekken aan de verantwoordelijkheid en zeggen ze wisten het niet? Dat is je taak daarvoor, werd je betaald. En alle andere verantwoordelijke figuren. Maar wanneer je de mensen uit de kranten verneemt dat functionarissen die mede verantwoordelijk zijn geweest zich op het standpunt beroepen dat ze het niet wisten of het niet gezien hadden. Nou, dan worden ze kwijtgescholden. Dus de aanpak is helemaal verkeerd gegaan. Wat ze nu zouden moeten doen, ik weet niet. Nu is dat ding al bij de rechter, bij het Openbaar Ministerie. Ik zou een deal met die mensen bijvoorbeeld nu gaan sluiten. Want ze gaan veroordeeld worden. En die aanpak zou helemaal anders zijn.
hoe moet je nu verder gaan? Oké, okay, dus in principe... Alles doet vermoeden, alles doet vermoeden, dat de politieke wil niet aanwezig was om de daders op te sporen. En dat er een deal gemaakt is om de mensen die het hebben weggemaakt, hebben weggemoffeld, te beschermen. Daar lijkt het op. Want als je nu hoort dat, ondanks alle inspanningen, hoeven dat nog niet eens op de lijst van Interpol voorkomt. En dat hij waarschijnlijk zich nu in Cuba zou bevinden, maar op geen enkele manier wordt bekendgemaakt of men bezig is op te sporen. Ja. Want je moet ervan uitgaan, Farid, als 4 miljard wordt weggemaakt, zijn niet personen als jij en ik. Zijn zware jongens. En deze jongens zijn alleen maar verslaafd aan geld, aan kapitaal. Het snijdt door alle politieke partijen heen. Dus waarschijnlijk de mensen die miljarden hebben genomen, de mensen die al die politieke partijen gedurende de afgelopen tientallen jaren sponsoren, is dezelfde klik. En die zijn niet partijgebonden. Ze horen bij alle partijen of bij geen enkele partij. Ja. Dat vermoed ik. En niemand kan me van iets anders overtuigen. Want wat er nu heeft plaatsgevonden is beunhazerij. Toch? Ik wil niet horen hoeveel straf iemand krijgt. Ik wil weten waar dat geld is. Wat maakt die straf me uit? Daar hadden we 50% binnengehaald. En dat is mijn probleem. Dus kijk, wanneer je ziet bijvoorbeeld, kijk maar naar Kaloti. Kaloti is uit de boezem van CBVS gehaald. Niemand is nog aangehouden. Illegale Haitianen. Mensen smokkelen. Dus het lijkt alsof overal waar vermoedelijk regeringstoppers zijn bij betrokken, niets gebeurt. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld die houtblokken, daar zijn geen regeringstoppers bij betrokken, toch? En je kijkt met welke voortvarendheid volgens mij 10 mensen zijn aangehouden. Hoe kan dat? En in al die andere van, niet eens één aanhouding. Begrijp je? Dus alles wijst erop dat er een soort van MOU moet bestaan tussen politieke sponsors, alle politieke partijen, dat is net de coalitie, oppositie en de regering. Daar lijkt het op. En misschien dat Fresh Capital vandaar komt, ik weet het niet. Dus jij gelooft maar in elk geval... Maar in elk geval, het is geen serieuze aanpak en niemand wil dat geld gaan halen. Roy, jij gelooft er dus in elk geval niet in dat er de gelden terugkomen? Niet zo wijs daarop. Misschien komen die gelden terug, maar op een heel andere manier. Ja. En via investeringen in de politieke sector. Bijvoorbeeld, kijk naar Ring Harbor. Ja. Iedereen van wie het is. Iemand, er wordt ook een NV opgericht, Surfin. Waarom probeert men op allerlei manieren het bankwezen te ontlopen? Om zelf instituten op te zetten en om geld binnen te halen. Ja, Roy, even. Hoor je me? Afgevraagd waarom ze zo slecht gaan. Ja, hoor je mij? Dus de hele regering is constant bezig met businessbedrijven. Business doen. NV's openen. Geld binnen. Fresh Capital. In plaats van de private sector stimuleren. Wat gebeurt er Suriname? Daarom gaat het zo slecht in het land. Oké. Okay. Roy Bikari, kan je mij... Iemand vroeg mij en zei van... dat het nog nooit is voorgekomen in de geschiedenis. Misschien kan jij me corrigeren. Misschien weet jij het ook beter. Dat er mensen... ooit zijn aangehouden die grote criminele activiteiten hebben gedaan. Dat is 1. En dat ook de gelden historisch terug zijn gehaald, dat is 2. Een derde ding die persoon zei, Hoefdraad kan het toch nooit alleen hebben gedaan, zover hij iets mocht hebben gedaan? Dus dat laatste hebben we al over gesproken, toch? Dat de zogenaamde Hoefdraad zit te wachten. En dat dus, hij zou de zondebok moeten zijn met antwoorden. Omdat we hem niet hebben, kunnen we naar dat geld kluiten. Zo wordt het volk voor de gek gehouden. En op je eerste opmerking komen. Ik word eigenlijk overvallen daardoor. Er zijn weliswaar mensen berispt en ontslagen. Maar ze zijn niet gestraft. Maar dat moet ons niet verwonderen. Kijk. Waarom is Chan zo groot binnengehaald? Omdat Chan is gaan campaignen voor bestuurlijke vernieuwingen. Vanaf hij minister van Justitie en Politie was, heeft hij gesproken over zero tolerance, toch? Hij wilde geen friends en families hebben. Hij wist precies op welke manier je ongestraft en ongezien kon stelen. Hij wilde good governance hebben.
toch? Want het, kijk, wanneer je aan koehandel doet, toch? Dus dat in strijd met goed bestuur. Omdat je niet meer kijkt naar de competentie en trekrekken van mensen. Toch? Je verdeelt de posten gewoon onder elkaar. Dus je en het maakt ook niet uit wie die mensen of zijn familie zijn of niet. Je hebt geen checks en balances. Dus hij wil dat voorkomen, dat heeft hij beloofd. Hij weet precies waar de schoen wringt. En op een gegeven moment is hij daar gaan zitten en heeft gewoon het beleid van Boos gedupliceerd. En verergerd. Dus als je aan koehandel doet, ga je niks kunnen oplossen. Als hij inderdaad die dingen had uitgevoerd, zoals hij huis aan huis gepredikt had. Dan zou je een ommekeer krijgen van de historie. Dan zou je wel dat geld kunnen terughalen en mensen kunnen opsluiten. Want dan had je een heel andere aanpak gehad. Maar als je dezelfde koehandelaanpak implementeert. Je praat wel over eenheid van bestuur en leiderschap. En Rusland doet uit de doeken dat die coalitietop alleen tussen Ronnie en Chan plaatsvindt. En dat zowel hij als Salam zijn uitgesloten. Waar hebben we het over? Okay, maar Roy, het onderzoek wat criminele activiteiten en mogelijke corruptieve activiteiten. Dat ligt bij het Openbaar Ministerie niet zozeer bij de uitvoering van de president, toch? Kijk, dat is die flauwekul, toch? Dus op een gegeven moment, dat heb ik ook al uitgelegd. Natuurlijk, het Openbaar Ministerie moet gaan vervolgen. Toch? De politie valt onder opsporing, valt ook onder het Openbaar Ministerie. Maar wanneer je iets naar het Openbaar Ministerie brengt, dan moet je het niet brengen voor je om het te gaan onderzoeken of het gedaan is of niet. Jij moet constateren, het is gedaan. Begrijp je? En je vraagt je af in hoeverre het Openbaar Ministerie ook op Jefkik te werk gegaan is. Dat vraag ik me ook af. Hoe kan het Openbaar Ministerie bij een omgerekend 4 miljard wegmoffelen, US dollars wegmoffelen, vanuit de centrale bank, direct of indirect, maar 2 mensen aanhouden? Hoe kan dat? En dan zit je te wachten op een minister. Dus wie is geautoriseerd om het te doen? Kunnen 2 mensen maar tekenen en 4 miljard laten wegsluizen? Wie neemt beslissingen? Is er geen raad van ministers? Is de financiën zo machtig? Dus wat er nu kan gebeuren, is dat op dit moment, omdat het bureau voor de staatsschuld is uitgeschakeld, de werking, dat Achaiber Singh kan nu ook een paar miljard weghalen. En weg, maar niemand gaat het zien. Dezelfde structuren zijn toch gehandhaafd? Wat is veranderd? Ik vind het allemaal onzinnig, Farid. Ze plegen een grove aanslag op onze intelligentie. Okay. Niks klopt. Ik geloof niks van het Openbaar Ministerie. Ik heb geen reden om in dit geval aan te nemen dat ze bezig geweest zijn zaak objectief te onderzoeken en de schuldigen aan te houden. En bovendien is de aanpak helemaal verkeerd. Je zou zelf moeten aangeven wie de verantwoordelijke personen zijn. Er stond toch in de kranten, bepaalde personen waren aardig, maar ze wisten het niet. Dus je wordt betaald om controlewerkzaamheden te uit te oefenen. Je moet tekenen, omdat je het gezien hebt. En dan ga je later zeggen, je hebt niet gezien. En bijvoorbeeld, stel voor, je hebt niet getekend, is dus nog doorgaan. Het kan niet toch, Farid? Je hebt meerdere mensen die administratief rechtelijk verantwoordelijk zijn om bepaalde handelingen uit te voeren. Probeer een groot bedrag te gaan lichten bij de bank. Of te gaan storten. Kijk hoeveel mensen moeten tekenen en controleren. Laat staan, de Centrale Bank van Suriname. Wie zijn al die verantwoordelijke functionarissen? Waarom zijn ze niet aangehouden? Ze worden beschermd door de politiek. Oké, Roy Bikari, mag ik je bedanken voor je bijdrage in Rashid Pierkans Kalajorkel. Moet ik je een happy lockdown verder toewensen? Ja, dankjewel, voor ik hetzelfde. Oké, Roy, thank you. Ja, dankjewel.